Ik dacht dat er altijd iets bijzonders kan zijn als kunstenaars samen zouden werken. Ik had dat soort droom dat als je met een paar mensen samenwerkt, dan dat het een stuk makkelijker maakt. Maar ja, dat werkt gewoon niet voor de merendeel van de kunstenaars. Dat kan gewoon niet. Het is eigenwijs, het is eigen werk, dat willen ze niet delen. Maar met Phil was het vanaf het begin, ga maar eroverheen werken. Maak het kapot. Doe wat je wil. Niet uit wie wat doet, maar Phil is heel goed met gezichten. Hij is er heel goed in. Ik ben een pieler en hij, dat schudt hij zo uit zijn mouw. Dus, We maken dat portret. Dat portret is een opdracht. We kennen de man niet. We weten alleen dat hij als hobby jagen heeft. En we weten niet eens wat dat jagen inhoudt. Dus schiet hij edelherten af omdat dat vanwege de wildstand moet gebeuren? Of schiet hij voor zijn lol opgefokte patrijzen af? En, het is een bourgondier. Hij is een bourgondier. Ja. Van eten en drinken. Ja. En dan begint er wat te komen. Weet je, zolang je maar in je eentje blijft, heb je nooit kritiek. Van wat voor kant dan ook. Die kritiek die is er pas op je wanneer je klaar bent. Weet je? En wij leveren voortdurend kritiek op elkaar. Die kritiek in de open zin, weet je wel. Ik zeg wat als jij bezig bent. Jij zegt wat als ik bezig ben. Het is steeds een proces van omkeren en verder proberen te gaan, maar dan wel met inachtneming van wat een ander op zo'n moment zegt. Wat we nu gaan doen is of proberen het allemaal tonaler te maken, waardoor het meer naar grijs toe gaat, of... Je moet er ook zijn. Of zoiets. Ja, het miste wat er. Lekker vet. Ja, goed. Maar is dit het? Nee, nog niet. Nee, hè? Nee. Goed. Maar hier moet er wat. Dit moet gewoon een kleeder daar of zoiets. Stel dat wij zouden aankomen met een heel braaf gewoon portret van iemand, van die meneer. Zoiets. En dan allemaal netjes en heel mooi en heel braaf allemaal, dan zouden de opdrachtgevers zeggen, dit is geen kniekhof. Ja, dan de kraag. Ja. Ja, dat is goed, want nu komt de patrijs. Ja, het verklaart ook waar hij de andere arm heeft. Ja. Je hoopt dat degene die vereerd wordt met het cadeau zich daar zelf zo goed in herkent dat hij dankbaar is. Of dat hij heel erg blij is. Dat hij het ook gaat ophangen. Ja, op zijn minst. En boven de bank. Want dan zijn we echt geslaagd. Maar we hebben afweer. Wacht even. Ik doe het zo. Of daar. Kan ook. Maar dan kan er ook weer een hele hoop weg. Pop wordt nu heel nerveus. Ik word niet meer. Ik zou het nu heel erg zijn. Want ik...
Dit gaat te snel. Ik overzie niet meer helemaal wat ik aan het doen ben. Ik ben de controle verloren. Zelfs als al die grote doeken van ons lopende band verkocht zou worden, wat niet het geval is, zouden we het nog steeds willen doen. Dit vinden we heel plezierig om te doen. Ik vind het tenminste plezierig om te doen. Jij vindt het een kwelling, maar ik vind het wel plezierig. Dat moet beter. Dat is beter. Ik vind hem heel gek. Ik vind hem heel... Nee. Heel goed. Jij niet. Jij vindt van niet. Het is te veel... middelmatigheid. Het is niet raak. Weet je wel, de beste portretten van ons die zijn hoe dan ook raak in zo weinig bewegingen. Nee, ik stel voor om even te stoppen. Kijk, dit is nou een werk van Phil van, ja, ik denk van 1994, 92, zoiets, zo ongeveer. En dit is de eerste keer dat ik gewoon werk van Phil heb gezien. Ik merk dat vanaf het begin bij Phil, dat hij vastzit bijna in waar hij mee bezig is. Als hij zelfs naar de tekeningen kijkt, het is... Die figuren of die objecten die zijn opgesloten in de tekening. En dat is zeer, zeer hoe veel in elkaar steekt. Ik denk dat heel veel kunstenaars, ik zelf, ik ook, heel vaak aan het twijfelen zijn. En veel al helemaal. Dat zie je gewoon in zijn werk. Hij twijfelt continu. Is het af? Moet ik nog wat doen? Is het klaar? Toen wij zijn gaan samenwerken, ging het een totaal andere kant op voor hem. Hij heeft mij een aantal van deze tekeningen, mislukte tekeningen gegeven in de beginfase, 96 destijds. En ik weet voor mezelf dat ik het heerlijk vond om eroverheen te kunnen tekenen. En hij vond dat ook fijn, want het was voor hem een bevrijding uit die opgesloten ruimte. Niet alleen maar hoe hij een tekening maakt, maar hoe hij destijds ook werkte. Hij werkte destijds aan de keukentafel. Ik heb een tijd lopen denken van, ik ga wat anders doen. Ik ga helemaal de muziek in. En dan stop ik met het maken van kunst. En dat heeft te maken met dat ik zelf... Ja, ik ben gewoon een aardstwijfelaar. Iemand kan mij 100 keer zeggen van, nou, wat jij doet, dat vind ik zo bijzonder.
het voor mij niet bijzonder is. Ik, en Bob is iemand die heel erg enthousiasmerend kan zijn. En die heeft er wel voor gezorgd dat ik ben blijven tekenen. Ja? Ja. Hoe heeft hij dat gedaan? Oh, gewoon door heel positief te zijn over wat ik maakte. En dan, is dat dan zo bijzonder? En, geweldig. Weet je wat, we gaan een tentoonstelling organiseren en we verkopen alles. Nou, dat wil ik wel zien. En we hadden destijds een vriend, die had een werkruimte beschikbaar. En daar werden een paar kleine tentoonstellingetjes georganiseerd. Dus wat wij maakten flyertjes en dat ging bij iedereen langs. Dat werd heel druk bezocht. En verdomd, niet alles, maar de helft van het werk is verkocht. En zie je wel, als je het goed organiseert en je hebt een goed glas wijn op de opening, dan willen mensen dat wel van ons kopen. En weet je wat, we gaan gewoon door. Helemaal aan het begin van de samenwerking was Phil, hij vond het geweldig in het atelier. Hij vond het geweldig aan zijn keukentafel te tekenen. Maar hij vond het verschrikkelijk om naar buiten toe te treden. Hij wilde het niet. Ik zei, Phil, we moeten naar een opening. We moeten gewoon onze snuffers laten zien. Nee, doe jij dat maar, Bob. Phil kwam altijd naar de opening van ons. Dat deed hij wel, maar met tegenzin. Ik ken iemand, een paar kunstenaars, die prachtige dingen maken. Maar niemand ziet het. En ik heb altijd gezegd, die zijn veel betere kunstenaars dan ik. Maar ik heb veel meer succes. Ik ben, van ons tweeën ben ik degene die naar binnen gekeerd is. En Bob is extravert. Hij is naar buiten toe gekeerd. En dat merk je ook in onze samenwerking. En een van de mooie dingen in de samenwerking is ook dat hij ermee de straat op gaat, durft. En ik ben niet zo iemand die dan de mensen opzoekt met mijn spul. En zegt van, kijk, ik besta ook. Het is een maat, Frans. Jezus. Wat een maat. Ja, ja. Ik zal wel even helpen. Want het, Zullen die dan in die andere kamer? Wat? Nee, ik ben gek. Die zullen blijven hier. Dit zijn mijn originele cornijen. Eigenlijk, ik vind het eigenlijk toch mooier dan jullie schilderij. Ja. Denk ik nog iets over? Bob? Ja, dat is wel. Hier ergens. Ja, sorry, dat is nu al. Ja. Het combineert ook goed bij die schemerlamp, vind je niet? Toch wel eigenlijk. Ja. En de bloemen ook. Nou, ik ben geboren en getogen in New York City. Op de universiteit in Amerika wilde ik arts worden. Dus daar heb ik een studie voor gedaan. En tegelijkertijd was ik met kunst bezig. En uiteindelijk heb ik besloten een paar jaar vrij te nemen na universiteit, voordat ik naar medical school zou gaan. En ik vond kunst leuker en leuker. En toen dacht ik, nou, daar hoef ik niet meer gewoon arts te worden. Dus ben ik doorgegaan met het maken van kunst, maar destijds met het maken van beelden. In mijn geval is het zo dat het een fabeltje is dat een enig kind verwend is. Dat hoor je het meest zeggen. Dat was ik niet. Wat mij nog het meest bijstaat is vaak eenzaamheid. En doordat je als kind alleen overal mee aan de beurt bent, zeg maar, ontwikkel je, denk ik, ook wel een goed gevoel voor detail. Dus ik hield mezelf al bezig met allerlei kleine dingetjes. Ik heb stripboekjes getekend toen ik klein was. En later werden dat schilderijen.
Maar op dat moment dan ben je niet meer daar, maar ben je eigenlijk op dat vel en in je hoofd. Hè? Dus die interactie tussen oog, hand en dat stukje papier waar je aan kunt aflezen of het goed gaat of niet goed gaat. Phil is de soort tekenaar die ik niet ben. Ik weet nog, op graduate school, er zaten gewoon bijzondere tekenaars daar. En ik merkte dat ik in vergelijking met die mensen aan het ploeteren was. Toen heb ik besloten, zo wil ik niet werken. Dus ik ging een andere kant op. Dat tekenen niet klassiek hoeft te zijn. Ik kan ook over ideeën gaan. En dan opeens dan werk ik samen met iemand die juist de beste van de klas was. Hij kijkt ook anders dan ik. Ik ben degene die naar alle exposities afloopt. Ik ga naar de musea. En Phil is niet geïnteresseerd. Hij gaat haast nooit naar exposities. Hij weet wat hij mooi vindt. Maar het interesseert hem niet. Het is niet noodzakelijk dat hij die expositie ziet. Want het zit allemaal hier, in zijn hoofd. Phil heeft dat een beetje. Het speelt allemaal af in zijn hoofd. En wat er buiten gebeurt, is niet zo belangrijk. Ja, voor mij is dat juist heel belangrijk.